De clusters van besmettingen zijn in beeld gebracht. Hoewel er nog steeds nieuwe clusters ontstaan, zijn er aantallen clusters aan het verdwijnen. Paramaribo was voor wat betreft de uitbraak van de afgelopen weken een zogenaamde hotzone en is nu aan het afkoelen. In het oosten neemt een andere zogenaamde hotzone steeds verder toe. Het medisch team geeft echter aan de zaak onder controle te hebben. Op basis hiervan hebben wij voldoende reden om de maatregelen verder aan te passen. De aanpassingen die ik u zo zal voorhouden, gelden niet voor de gebieden die zijn geïdentificeerd als hotzones. Hotzones zijn gebieden waar explosieve groei van besmette gevallen zijn. Oost-Suriname is een hotzone vanwege een groei van cases op diverse locaties aan deze grens. Als ook vanwege de sterke stijging van besmette gevallen aan de Franse zijde. Om verdere verspreiding in deze hotzone te voorkomen, blijven de maatregelen ongewijzigd van kracht. Ik benadruk dat er dus geen aanpassingen komen in de hotzone Oost-Suriname. Dit geldt voor alle dorpen in het grensgebied in Oost-Suriname. Ook scholen in Oost-Suriname blijven gesloten. Ook het binnenlands verkeer van en naar Oost-Suriname zal per direct afgesloten worden voor het gebied Stoelmanseiland tot en met Antonio Dobrinco. Verder wil ik hierbij nogmaals benadrukken dat oversteken van en naar de buurlanden verboden is. De grenzen blijven gesloten. De aanpassingen die wij per maandag 6 juli om 5 uur 's ochtends zullen toestaan voor alle andere gebieden in Suriname zijn: aanpassing 1. Religieuze groeperingen, de horecasector, sportscholen en casino's die in overleg met het Nationaal COVID-19 Management Team de benodigde voorzorgsmaatregelen hebben getroffen, mogen weer mensen toelaten in hun bedrijf en of gebedshuis. De 1,5 meter afstand houden, het handen wassen en het dragen van mond- en neusbescherming blijft hierbij van kracht. Aanpassing 2. Contactberoepen zoals kapsalons, barbershops, fysiotherapie kunnen weer openen mits zij de gestelde maatregelen van het Nationaal COVID-19 Management Team opvolgen. Aanpassing 3. De partiële lockdown zal nu gelden van 10 uur 's avonds tot en met 5 uur in de ochtend. Aanpassing 4. Vanaf maandag 6 juli zullen de scholen weer onderwijs aanbieden aan de examenklassen op alle niveaus. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal hiertoe alle aanwijzingen blijven communiceren. Aanpassing 5. Het openbaar vervoer mag hun diensten hervatten onder uitvoering van de protocollen die ontwikkeld zijn om gezondheidsveiligheid voor het reizend publiek te garanderen. Nadere informatie hieromtrent volgt deze week. De samenscholing blijft gesteld op maximaal 5 personen. Voor wat betreft de grote ruimtes zal een nadere toelichting volgen bij de eerstvolgende persconferentie van het COVID-19 Management Team. Contactsporten zoals voetbal, basketbal en gevechtssporten zijn niet toegestaan. Ook discotheken, nightclubs, dancings en bordelen blijven gesloten. Rest mij om u nogmaals op het hart te drukken om voor uzelf en uw medeburgers te zorgen. Eet u zo gezond mogelijk door verse groenten en fruit te eten en veel water te drinken. Draag een mond- en neusbedekking wanneer u uit huis gaat. Was regelmatig uw handen en houd 1,5 meter afstand van anderen. Laten wij alle de COVID-19 patiënten meenemen in onze gebeden en hen een spoedig herstel toewensen. Ik dank u. Sranang Sawini.